Het A-segment is aan het verdwijnen, langzaam maar zeker, uit autoland. Kleine autootjes worden steeds duurder en autofabrikanten zien ze niet langer meer als rendabel om te bouwen. Maar Kia nog wel, want dit is de gloednieuwe Kia Picanto. Bij deze nieuwe Kia Picanto natuurlijk even beginnen bij het front, want daar heeft zich misschien wel de grootste wijziging plaatsgevonden in de vorm van de verlichting. We zien hier eigenlijk Kia's nieuwe lichtsignatuur, ze noemen dat de Star Map verlichting. En dat komt omdat de verlichting hier heeft die wat grotere uiteinden, die zijn verbonden met een LED-strip. En dat doet eigenlijk een beetje denken aan een soort sterrenbeeld. En natuurlijk deze horizontale LED-balk hier die de koplampen met elkaar verbindt. Ook dat is nieuw voor de Picanto en dat zien we natuurlijk eigenlijk wel vaker in de autowereld. Maar het geeft de Picanto wel echt een veel stoerder aangezicht eigenlijk. Nou, dit exemplaar heeft LED-koplampen, maar op de instapversie zijn dit halogeen koplampen. Maar deze LED-dagrijverlichting is wel standaard. Dat geldt niet voor deze horizontale LED-balk. Die is optioneel voor de Picanto en eigenlijk alleen maar vanaf deze GT-line aanwezig. De Picanto GT-line heeft ook hier een sportiever aangeklede voorbumper met van deze inzetstukken eigenlijk. En die vind je ook niet op de instap Picanto. Die heeft dan net een wat andere bumper. Deze kleur is Adventurous Green. Dat is een nieuwe kleur voor die Picanto. En die komt ook beschikbaar op de Nederlandse markt. En dat is eigenlijk wel een heel tof kleurtje voor deze A-segmenter. Lopen we even naar de zijkant. Want aan de zijkant is het eigenlijk toch wel meer een feest van herkenning ten opzichte van de huidige Kia Picanto. Zo is de raamlijn redelijk hetzelfde gebleven. En ook de spiegels zijn hetzelfde ten opzichte van de uitgaande Picanto. En het geldt ook voor het formaat van de auto. De Kia Picanto staat dan ook niet op een geheel nieuw platform. Maar eigenlijk pakte Kia gewoon het bestaande platform en voerde het merk vooral ingrijpende uiterlijke wijzigingen door. Deze wielen zijn ook wel geinig. Die zijn nieuw en hebben als formaat 16 inch. En ze doen eigenlijk wel een beetje denken aan een soort wafelijzer met die vierkantjes hierin. Het geeft de Picanto wel een lekker vlot uiterlijk. Standaard staat hij op 14 inch stalen wielen. En je hebt nog diverse wielopties bij Kia. Dus daar kun je vooral naar harte lust op losgaan bij het samenstellen. Nou, gaan we even naar de achterkant van de Picanto. Want ook daar zien we vooral de verlichting die is gewijzigd. Dan hebben we natuurlijk hier die LED-achterlichten. Die qua vorm wel lijken ook op het uitgaande model. Maar wat wel nieuw is, is hier deze strip die de achterlichten optisch met elkaar verbindt. En daar loopt dus ook op deze GT-line een LED-stripje nog een stuk door naar het midden. Niet helemaal met elkaar verbonden, maar dat komt omdat hier onder meer de camera zit en ook de opening van de kofferbak. Dus technisch was het niet helemaal mogelijk om die verlichting daar ook door te trekken. En natuurlijk ook nieuw deze diffuser die hem toch wel een lekker sportief tintje meegeeft. Over die kofferbakruimte gesproken, die is ook hetzelfde gebleven als voorheen. Je hebt een kofferbakruimte van 255 liter, dus dat is toch zeker wel genoeg voor een aantal kratten bier. En ook hier onderin, je hebt nog echt wel best wel een behoorlijke bak laadruimte, ook onder de laadvloer. Dus dat is gewoon wel weer goed voor elkaar. Maar goed, daar zijn dus ook geen wijzigingen ten opzichte van de uitgaande Picanto. Binnenin de Picanto geldt eigenlijk ook dat het voor een heel groot deel toch wel een feest van herkenning is ten opzichte van de vorige Picanto. Het geldt bijvoorbeeld voor de ventilatieroosters, maar ook de opzet van het dashboard is eigenlijk grotendeels hetzelfde. Dit 8-inch touchscreen is standaard op de nieuwe Kia Picanto en biedt diverse functies voor connectiviteit. Denk aan bijvoorbeeld Apple CarPlay en Android Auto, dat is eigenlijk allemaal al meteen aanwezig, dus dat is mooi. Maar het scherm zelf zat ook al op de uitgaande Picanto. Dus in die zin is het niet zo dat Kia een heel nieuw scherm bijvoorbeeld heeft gemonteerd. Dit digitale instrumentarium, dat is wel nieuw. En dat ziet er eigenlijk gewoon best wel heel goed uit. En het geeft de Picanto ook wel weer een modern uiterlijk.
Maar hier bijvoorbeeld de bediening voor de klimaatcontrole. Ook dat is eigenlijk allemaal wel bekend ten opzichte van de uitgaande Picanto. En ook deze knoppen hier, ja, ook dat is niet veranderd. Dus in zekere zin heeft Kia er ook voor gekozen. Dat zeggen ze hier ook van, ja, we kunnen niet de Picanto op een geheel nieuw platform gaan zetten en alles helemaal nieuw maken. Want dat zou qua ontwikkelingskosten gewoon veel te veel in de papieren lopen. En het moet gezegd worden, het interieur van deze Picanto ziet er ook nog niet heel erg outdated uit. Zeker niet met het digitale instrumentarium op deze GT-line. Ja, het ziet er nog steeds gewoon eigenlijk heel prima uit. En zeker voor een A-segmenter. En je zit er goed in. En de GT-line heeft dit leren sportstuurtje, wat op zich wel gewoon een lekkere dikte heeft. En ja, het is qua afwerking ook gewoon wat je in dit segment gewoon verwacht. En het voelt allemaal robuust aan. Dus in dat opzicht zeker niet verkeerd. En dan moeten we natuurlijk ook nog even hebben over de motoren van deze Kia Picanto. Voorheen was die natuurlijk ook leverbaar met een 1.0 T-GDI, een turbomotor. Maar die komt helaas niet terug. Dat zou toch wel een wat te dure grap worden eigenlijk. Dus de Kia Picanto wordt in Nederland straks alleen nog maar geleverd met een 1.0 MPI. Een atmosferisch driecilinder blokje. Ja, hoeveel vermogen die exact gaat leveren is nog niet bekend. Maar het uitgaande model levert ja ongeveer 68 pk. Dus het vermogen zal ook wel rond dat getal uitkomen. Ja, dat is natuurlijk voor een A-segmenter best prima. Dat zijn geen grensverleggende waarden of zo. Maar dat blokje is zuinig en efficiënt. En daar draait het eigenlijk natuurlijk vooral om in dit goedkoopste segment. Hoe duur deze Picanto exact gaat worden, ja, dat is ook nog niet bekend. Maar gezien de huidige prijzen van het A-segment in Nederland kun je denk ik toch wel rekenen op een prijs die ergens vanaf prijs die ergens tussen de 17.000 en 20.000 euro ligt. Dat is natuurlijk ook een beetje afhankelijk van hoe de belastingregels volgend jaar weer zijn. Want de Picanto komt dus in het eerste half jaar van 2024 ergens pas op de markt. Dus dan tegen die tijd kunnen we je weer meer vertellen daarover. Dit exemplaar heeft een handgeschakelde vijfbak. Maar die 1.0 MPI die is straks ook beschikbaar met een vijfversnellingsbak semi-automaat. En dat is eigenlijk een versnellingsbak die we niet zo heel vaak meer terugzien in de hedendaagse autowereld. Maar voor dit A-segment is dat nog steeds wel de goedkoopste oplossing voor mensen die een automaat willen rijden. Nou, wij zijn in ieder geval heel erg benieuwd naar hoe deze Picanto rijdt. Maar daarvoor moeten we dus nog heel even wachten op de officiële marktintroductie, dus volgend jaar. Maar in ieder geval heeft Kia met de Picanto wel weer een frisse A-segment neergezet. En is het sowieso mooi om te zien dat het merk actief blijft in een segment waar toch wel best wel wat behoefte aan is in de automarkt. Waar gewoon steeds meer automerken besluiten om eruit te stappen. En Kia blijft met de Picanto in ieder geval de komende jaren nog actief in dit A-segment. Nou, als je deze video leuk vond, vergeet dan vooral niet om even een duimpje achter te laten en te abonneren als je dat nog niet hebt gedaan. En dan zie ik je heel graag weer terug bij een volgende video. Hoi!